Goedenavond. Sneeuw, maar vooral ijzel, zorgt al de hele dag voor veel ellende op de wegen. Spekglad is en was het. In het westen lijkt de ergste gladheid voorbij, maar in het oosten van de provincie is het door lichte regen opnieuw spekglad. Al sinds vanmorgen vroeg zijn er veel ongelukken. Zoals op de A2. Een automobilist maakte deze beelden met een dashboardcamera. Op de vluchtstrook staan al auto's met schade, maar recht vooruit slipt een vrachtwagen die achterstevoren in de middenberm terechtkomt. U ziet dat hier. Nou, er waren ook meer problemen met vrachtwagens. Zo belanderde bij knooppunt Leendeheide eentje in de sloot. En op de A59 bij Made kantelde een vrachtwagen. Ook veel andere weggebruikers hadden pech en raakten van de weg. Maar ja, hoe is het nu? Bij Best, de A58, naar het viaduct, is Alice van der Plas. Ja, Alice, glad. Hoe is het bij jou? Het rijdt wel weer het verkeer, maar ik neem aan langzamer. Het rijdt wel. Op dit moment komen er twee strooiers onder het viaduct langs waar ik op sta. En dan zie je een lange file met auto's erachter. Hier op de A58 rijdt het redelijk goed door. Maar toch in Oost-Brabant met name moet je ontzettend uitkijken. Het is daar spekglad op de wegen. Met name ook op snelwegen nog steeds, waar meerdere ongelukken gebeurd zijn in de afgelopen uren. Dus ja, in Oost-Brabant is het met name nog heel erg glad. En ook op de binnenwegen en op de stoepen moet je ontzettend uitkijken. Want op sommige plekken is het gewoon een echte ijsbaan. Ja, en dat is dus nog niet voorbij. Wat is de verwachting, Alice? Nou, de verwachting is dat de IJssel heel langzaam richting het oosten gaat trekken vanavond. Dat kun je op dit kaartje kun je dat zien. De wegdektemperatuur is pas rond middernacht weer boven nul. En de verwachting is dat rond 3 uur vannacht alle problemen weer zijn verdwenen. Althans wat de gladheid betreft, want de voorspellingen zijn dat het morgenochtend weer opnieuw heel erg mistig is. En dat je daar weer voor moet uitkijken. Maar de temperatuur is morgen ochtend wel weer boven nul. Ja, goed. Dankjewel, Alice van der Plas. Ja, de hele dag kwamen er oproepen om vooral niet de weg op te gaan als het niet nodig was. Vanwege die gladheid. Viridus Akaya van Rijkswaterstaat. Was het nou zo'n uitzonderlijke situatie? Nou, in principe is dit niet een hele uitzonderlijke situatie. Want vorig jaar hebben we gezien dat vooral in het noorden van het land veel aanhoudende ijzer was. En hebben we ongeveer dezelfde situatie daar gehad. Wat opviel dit jaar is dat het voor het hele land geldt. Dat dus in het hele land sprake is van ijzel. Maar we blijven er alles aan doen om de wegen toch rijbaar te houden. We hebben tot nu toe bijvoorbeeld al 11,8 miljoen zout gestrooid. En dat blijven we ook nog steeds doen. Ja, nou, de dooi heeft ingezet. Al wordt er wel weer gewaarschuwd toch vanavond toch weer voor nieuwe gladheid vanwege opvriezing. Maar morgen zou dat voorbij moeten zijn. Maar is het dan ook meteen niet meer glad? Nou, dat vind ik toch moeilijk om niet alvast te stellen, want wij krijgen de weersverwachtingen van het KNMI. En wat we tot nu toe al hebben gezien is dat het toch heel erg lastig is om vooruit te blikken, omdat de buien zo moeilijk te voorspellen zijn. Nou, de advies is aan de weggebruikers om vooral toch goed de weersverwachtingen in de gaten te houden. En nou, code oranje blijft in ieder geval nog actief voor heel Noord-Brabant, voor Limburg en voor Gelderland tot vannacht 3 uur. En voor morgen geldt dus inderdaad dat we de weggebruikers adviseren om zich te bedenken of ze de weg per se op moeten gaan als het toch zo glad blijft. En mochten ze dat dan toch willen doen, dat ze dan vooral heel voorzichtig rijden en hun rijgedrag aanpassen aan de weersomstandigheden.